Tientallen kunstenaars zetten dit weekend de deuren van hun ateliers open tijdens de open atelierroute. Zo ook bij Stichting Door in het oude belastingkantoorgebouw. Schilder Rob Lambeek zit daar helemaal op zijn plek. En ik zit hier sinds vorig jaar, begin september zeg maar. En hoe bevalt dat in dit atelier? Ja, prima. Ik heb hier ruimte. Tenminste, het hangt alweer vol, maar ik heb meer ruimte als thuis. En dat is heerlijk. U werkt tevreden altijd thuis? Ja, ik heb al die jaren thuis. Ik woon heel klein. Twee kamer appartement, flat. En altijd thuis. En een half jaar zeg maar, ben ik hier. En toen zag ik ook pas wat ik allemaal had gemaakt. Dus ik kon het allemaal kwijt hier. Want u heeft het hier allemaal keurig opgehangen? Ja, ik heb alles opgehangen wat ik had. Waar haalt u inspiratie vandaan? Heel verschillend. Dat kan uit boeken zijn, dat kan van films zijn. Dat kan van beelden zijn die ik heb in mijn hoofd. Bepaalde sfeer die ik vast wil leggen of zo. Bijvoorbeeld die twee schilderijen, dat is echt door... dat is Edgar Allan Poe. Is dat... daar ben ik nog een fan van. Even voor de niet-kennis, wie Edgar is dat? Allan Poe, dat is een schrijver. Victoriaanse griezel, romans, verhalen. En daar ben ik nog een fan van altijd geweest. Dat is eigenlijk Ode aan Poe heet dat. En dus in die sfeer, een beetje Victoriaanse sfeer, heb ik die ook gemaakt. Dus Rebecca, ze loopt er helemaal achterin in het bos. Dat is ook zo'n heel oud Victoriaans boek. Beetje spooky. Ja, vind ik ook mooi. Ook in de Wijnstraat konden kunstliefhebbers een kijkje nemen. Onder meer in het voormalige schoolgebouw van de Vrije School, waar Rinus Blommaerts al zo'n 15 jaar zijn werkplaats heeft. De core business, dat zijn portretten. Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar dat is wel iets wat ik zo gemiddeld gezien het meeste doe. Maar ik doe daarnaast ook allerlei andere dingen. Ja, zo'n experiment, zou u daar iets van kunnen laten zien? Waar u... Ja, nou, dat is, dit is bijvoorbeeld ook een portret-experiment, maar dat is een masker. En dat is heel interessant, want ik ben in de loop der jaren ben ik dus eigenlijk maskers ook gaan maken door in schilderijen die ik snel maakte, en daarin te gaan snijden en een soort vorm daarin te laten ontstaan. Dat het driedimensionaal wordt. Dat het driedimensionaal wordt, en daar is dit een heel goed voorbeeld van, want hier staan wel meerdere maskers. Maar vanuit de portretkunst, dat je dus naar het masker toe kan groeien, ja, dat is voor mij wel ook een heel interessante expressie. Een uitgebreid verslag van de open atelierroute is straks na het nieuws te zien in het programma Dit Weekend in Dordt.